ben gewoon een emotionele trut. Als ik een film ergens ga zien en er gaat plotseling iemand dood of wordt een kind daarin mishandeld, is de narigheid zo groot, dan moet ik janken. Ik snotter tot het bittere en te veel mee grote mis. Mijn ogen zijn dan rood, doorlopen niet zo wat ik van tevoren wist van al dat janken. Ik heb dit echt van kind af al mijn leven één groot tranendal. Ik weet gewoon, het ligt aan mij. Ik heb met alles medelij. Ik lijk verdomme wel een meid, want tranen komen ergheid. Ik sta bij iedereen voor schut. Ik ben een emotionele trut. Kijk ik naar soap op de tv, bijvoorbeeld naar GTST, en is er daar veel narigheid, een echtpaar dat opeens weer scheidt, dan moet ik janken. Of van die beelden uit het journaal van een wegterend hongerig kind dat loopt te zoeken tussen heuvels of het nog wat eten vindt, dan moet ik janken. En al die beelden komen vaak als ik mijn eten thuis klaarmaak. Dan wordt mijn schuldgevoel weer groot, een keer genoeg. Er zijn geen brood, ik ben dan helemaal kapot. En krijg geen hap meer door mijn strot. Ik voel me zo verschrikkelijk kut. Ik ben een emotionele trut. Jongens, ik moet Kleenex. Met walm onder ieder oog loop ik om mensen met een boog. Vertoon mij voortaan op de straat, alleen nog maar 's avonds heel laat. Ik blijf maar janken. En lees ik 's morgens in de krant dat er een vrouw is aangeramd, dan komen weer mijn tranen vrij. Want waarom pak nou nooit eens iemand mij? Nee, daar begint echt niemand aan. Ze lopen snel bij mij vandaan. Ik zit voorlopig in de put. Ik ben een emotionele trut. Ik raak compleet suïcidaal, ben bovendien ook bijna kaal. Verhang me strakjes aan een touw of werk me van een flatgebouw. Ik blijf maar janken. Door al dat janken krijg ik nu een klammig, rottig, ranzig lijf. Mijn wimpers vallen uit en ook mijn pik wordt niet meer stijf. Van al dat janken ben ik soms schizofreende ment of leid ik aan een jankfobie. Door mij zit Stichting Correlatie nu al maandenlang in therapie. Is er soms erfelijk bepaald, mijn ballen nog niet ingedaald. Ik zit al hopelijk in de put, ik ben een emotionele trut. Nou, toen ging het gewoon niet meer, dat ging echt niet meer. Nee, echt. Ik ben toen naar de huisarts gegaan en toen heb ik een verwijsbrief gekregen. Een verwijsbrief voor een praatgroep. Een praatgroep voor mensen met hetzelfde probleem. Te veel aan emoties. Ook wel het Willeke Alberti-syndroom genoemd. Nou ja, dat wat ga je er zitten doen? Dan ga je er zitten rondom tienen met elkaar. Nou, joh, janken, janken. Iedereen gooit al zijn ellende eruit. En dan krijg je nog meer van janken. Maar fijn, op een gegeven moment krijg je dus het advies... om bij narigheid aan vrolijke dingen te denken. En dat helpt. Dat helpt zo ontzettend goed. Ik kan nu gewoon weer kijken naar al die emo-tv'ers, zoals Hart in Actie en zo, en GTST. Ik heb helemaal geen probleem meer. Ik zal geen huilenbak meer zijn. Verdriet krijgt mij nu nooit meer klein. Mijn tranen raak ik lachend kwijt als ik maar denk aan vrolijkheid. Ik stop met janken. Bij alles waar men dus ontreurt, lach ik bij wat er ook gebeurt. Zo denk ik bij een sterfgeval, aan het komend carnaval of aan zonnebanken. En bij een ernstig ongeluk ga ik wat zingen van geluk. Ik raak nu niet meer van de wijs, al wordt mijn blauw hemelgrijs. Mijn leven krijgt daardoor weer kleur, weg met die tranen en het gezeur. Ik ben zo blij met deze stap, maak over elk verdriet een grap. En één ding doet mij zeer veel deugd, ik jank nu nog, maar nu uit vreugd. Ik heb mijn tranen afgeschud en denk nog vaak, oh gut, wat was ik toen een stomme emotionele trut. Dank u wel. Jeremy Buiten. Dank u.